Hey, Martine. Thijs. Hallo. Gezellig. Ja. Nou, laten we in gesprek gaan, zou ik zeggen. Ja, zeker, zeker. Ik heb hier een hele mooie vraag voor jou. Wat betekent het om HRM te studeren bij Fontys? Ja, wat betekent dat? Nou, in ieder geval lekker veel samen studeren. Mm-hmm. Samen met andere studenten. Samenwerken aan vraagstukken die echt uit de praktijk komen. Ja. Dus echte opdrachtgevers die organisaties van buitenaf die vraagstukken uit hun praktijk neerleggen en waar je echt mee aan de slag gaat. Waar niet zomaar een pasklaar antwoord is. Ja. Ja, dat is wel tof, hè? Dat ja. Studenten dus echt eigenlijk vanaf het moment dat ze binnenkomen gewoon meteen met organisaties vanuit de praktijk gaan werken. Ja. Dan merk ik wel dat je dan dat studenten wel echt aanzet of zo. Weet je wel. Dat ze dan denken van, oh ja, wacht, we moeten dadelijk echt iets gaan opleveren voor een opdrachtgever of presenteren voor een opdrachtgever. Ja. En daar dus ook van alles over willen leren, omdat ze het echt moeten laten zien aan een organisatie. Ja, ja. Ja, en dat is ook natuurlijk ook wel tof. Hè? Dus je gaat natuurlijk, het is een HBO, een beroepsopleiding. Mm-hmm. En je gaat dus ook leren voor een functie of een beroep. En dan is het wel fijn dat je ook weet waarvoor je het nou hebt geleerd. En dat je het ook gewoon meteen kunt toepassen. Dat je het eigenlijk al tijdens je studie doet. Ja. Ja. Ja, dat wat je in het begin zei, ook samen echt. Hè? Dus natuurlijk ga je ook alleen opdrachten doen. Maar ook veel samenwerken. En ja, weet je kent iedereen meteen ook goed. Omdat we echt kleine klassen hebben. Dus ja. Ik merk het aan mezelf, je kent bijna alle studenten meteen bij naam in het eerste jaar. Tenminste, de studenten onderling. Yeah. Bij mij duurt dat meestal iets langer. zal eerlijk zijn. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar dat vind ik ook wel tof, weet je. Dat je echt meteen... dan merk ik aan die studenten dat ze meteen iedereen ook kennen. Ja, dus eigenlijk die kleinschaligheid van kleine klasjes. Ja. Hè, dat is wel... je moet ook veel samen doen. Ja. Die drempel is ook snel weg. Ja. Ja. Heb ik nog een vraag voor jou? Ik pak gewoon het volgende kaartje al. Op welke manier is ons onderwijs opgebouwd? Dat vind ik wel even over nadenken. Ik denk als we het nou hebben over... want ze zeggen van, ze gaan meteen aan de slag voor opdrachtgevers vanuit de praktijk. Dan lijkt alsof we ze meteen ook in het diepe gooien. maar aan de ene kant denk ik dat we in het eerste jaar best wel wat kaders en structuur neerzetten. En dat langzamerhand steeds meer loslaten. En gedurende de jaren dat ze steeds meer zelf gaan doen en zelf organisaties moeten zoeken waar bijvoorbeeld in jaar 1 helpen wij ze echt nog wel op weg. Maar in jaar 2 zullen ze ook nog zelf moeten gaan zoeken naar opdrachtgevers. Dus ik denk deels op die manier. Ik zit ook een beetje te zoeken van wat inhoudelijk. Maar je hebt natuurlijk een aantal leerlijnen, hè? Ja. Maar leerlijnen, vertel. Ja, dus wij hebben leerlijnen waarin je dus een stuk echt gewoon met de kennis aan de slag gaat. Ja. Die bij een bepaald onderdeel hoort. Mm-hmm. Je hebt dus de opdrachtgevers, hè, waarvoor je echt een soort, alles erbij mag halen wat je uit die lessen hebt meegenomen. Maar ook van alles wat je daarbuiten weet of kunt verzamelen. Ja. Hè, waarmee je die opdrachten aan gaat vliegen. We hebben een vaardighedenlijn. Ja. Ja, dat is misschien ook wel leuk om iets over te vertellen. Ja. Weet je, je gaat eigenlijk ook al meteen vanaf dag 1 oefenen met hoe voel je nou een goed gesprek. Maar ook presenteren. Hè? Als je voor een opdrachtgever moet presenteren, dan is het wel fijn om daar handvatten voor te hebben. Als je dan het voor het echtje moet doen. Ja. Hoe je een goede, toffe workshop neerzet bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is eigenlijk, als je dan inderdaad na jaar 1 en 2 krijgt, krijg je dat allemaal in je rugzakje mee. Om vervolgens in jaar 3 en 4 echt op stage te gaan en het geleerde nog meer in de praktijk kan brengen. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook veel studenten die bij ons komen, hè, die kiezen natuurlijk ook voor een opleiding. Zo van, wat wil ik doen? Nou, iets met mensen. Ja. En dat zijn ook, die vaardigheden zijn natuurlijk allemaal tools die je juist allemaal nodig hebt in het contact met mensen. Dus volgens mij wat we ook merken zo aan het einde van zo'n opleiding is dat die studenten die bij ons hebben gestudeerd, ze supervaardig al zijn in de echte wereld, zullen we zeggen, in de buitenwereld. Dat krijgen we ook altijd terug van organisaties, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Wat is onze visie achter ons onderwijs? En dan staat er
tussen haakjes ook human. In hoofdletters. Misschien is dat wel leuk om wat te vertellen. Want wij zetten human resource management. En daarin zetten we human echt in hoofdletters. Ja. Ja, HRM gaat over mens en werk. En dat is nogal een breed vraagstuk. Want of het nou gaat over of je je werk wel of niet kan doen door gezondheidsissues. Of je lekker in je vel zit. Of je geluk haalt uit je werk. Ja. Hè, dat zijn allemaal van die thema's. En dat werk, dat vindt ook plaats ergens in de wereld. Ja. En die lijntjes met die wereld, die zijn er ook overal. Ja. Hè, werk is niet alleen maar een kwestie van geld verdienen. Werk is ook een kwestie van bijdragen aan werkgeluk, welvaart, welzijn van mensen. Doen we dingen op de juiste manier nog wel in deze wereld? Ja, nou, dat vind ik altijd zo grappig dat je, als het gaat over het welzijn, dus de mens. Wij stellen de mens natuurlijk heel erg centraal. Ja. Ik moet altijd aan mezelf denken. Ik heb kids en dan zeg ik altijd happy mom of happy baby, happy mama. Maar ik denk dat soms ook met, dat kun je ook vertalen naar het werk. Ja. Happy werknemers, happy organisatie. Dus ja. Vanuit onze human visie, de mens staat centraal om ervoor te zorgen dat die organisatie ook lekker kan lopen, zeg maar. Zeker. Dus altijd op de achtergrond ook die organisatie en de maatschappij. Ja, dat is eigenlijk een onlosmakelijke link, hè. Die drie elementen die lopen altijd in onze opleiding door elkaar heen. Dus individu, organisatie en maatschappij. Ja. Kijk nou vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat vind ik ook wel tof. Ja, en als ik dan echt denk ook aan onze opleidingsvisie, weet je wel, dat we hebben het dan altijd over de regie bij de student leggen. Dus regie over je eigen leerproces, accenten aanbrengen van oké, waar ben jij nou goed in? En zorg dat je dat nog beter maakt, weet je wel. Je hebt erin wat te kiezen. Precies, inderdaad. Ja. Dat vind ik zelf wel heel tof, om dat ook echt uit te kunnen dragen. Ja, er is ook veel aandacht voor in onze opleiding om studenten daarbij te ondersteunen bij dat individuele pad. Ja. Je eigen talent te ontdekken, je richting te kiezen. Ja. 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 Ja, ze zeggen dat talentgericht onderwijs. Nou, dat is het wel echt. Ja, wat betekent dat voor jou? Nou, dus dat je ontdekt wat je eigen talenten zijn en dat je daar gebruik van mag maken. Dat je niet overal even goed in hoeft te zijn. Nee, precies. Hè? Dus niet allemaal, iedereen moet overal precies dezelfde drempeltjes hebben. Maar dat je ook, en dat je allemaal even goed overal in moet zijn. Maar dat je gewoon ook echt ergens mag uitblinken. En dat je ook voor mag kiezen om dat extra te benutten. Ja, precies. Nou, toevallig, ik had dinsdag een assessment met een student, eerstejaars student. Ja, een best wel rustig persoon. Rustige meid. En die, ik ben het woord even kwijt. Niet, introvert? Introvert, ja. Introvert, thanks. Weet je, we vragen dan ook altijd van, wat zijn nou je leerdoelen voor volgend jaar? Wat ga je meenemen? Ja. En die had als leerdoel van, meer de leiding willen nemen. Dus ik vroeg ook eraan van, weet je, is dat iets wat je echt wil? Ja. Weet je, wil je dat graag ontwikkelen? En toen had ze ook eigenlijk zoiets van, weet je, dat is niet per se waar mijn kracht ligt. Want vaak, we zijn wel eens geneigd om degene die het hardste roepen, je moet allemaal meer extrovert zijn of meer ook allemaal de leiding willen nemen. Ja. Weet je, het heeft geen zin in een groepje van vier om vier leiders te hebben. Dus als jouw kracht ergens anders ligt, zorg dan dat je dat goed doet. En niet dat je denkt van, weet je, leidinggeven is eigenlijk niks voor mij. Ja. Dat je daar eigenlijk heel veel aandacht en energie in steekt. Ja. Zei ze, dat eigenlijk wel, ik dacht dat ik dat ook moest laten zien, weet je wel. Ja. Dus dat vond ik wel mooi. Ja, dat is ook leuk. Dat is leuk in onze opleiding. Je mag ontdekken ook wie je bent in dat opzicht als professional. Precies. Daar groei je ook een beetje naartoe. Ja, ja. Ja. Ja, dus dat vind ik wel echt ook bij ons visie. Oké. Pak nog een kaartje. Doe dat. Op welke manier zetten we de mens centraal in ons onderwijs? Nou ja. Ja, we hebben natuurlijk net al wel wat over verteld. Dus ook echt dat talentgericht. Dus we gaan echt kijken van oké, waar ben jij nou goed in en waar kun je nog beter in worden? En waarom is dat ook zo belangrijk, denk ook in het HRM vakgebied? Omdat HRM super breed is, weet je wel. Van ik merk nu dat studenten het echt wel lastig vinden van wat kun je nou eigenlijk worden met HRM? En wat past dan bij mij? Want je hebt bijvoorbeeld een reïntegratieachtergrond. Ja. Hè?
Ja, daar weet ik van alles van. Ja, inderdaad. Maar weet je, je kan ook meer de focus leggen op werkgeluk. En als student zijn er van, ja, wat past nou bij mij? Het een is totaal anders dan het ander, weet je, omdat het zo breed is. Ja. En daarmee gaan we dus ook wel echt kijken van, hey, wat kun je allemaal? En wat past er nou echt bij jou? Waar ben jij goed in? En bij wat voor HRM-functie is dat? Ja, en wat voor organisaties horen daarbij? Ja, wat voor cultuur in een organisatie hoort erbij? Ja. Heb je nou het idee van, ik ben op het feestje waar ik me prettig voel? Ja. Of ben ik op een feestje waar ik moet zijn? Ja. Als je het zo kan vertalen. Dus ja, zo zetten wij de mensen centraal in ons onderwijs. En inderdaad dat kleinschalige wat we hebben. Ja. Dus echt dat alle docenten eigenlijk al die studenten wel kennen en andersom. Ja. Dat je elkaar ook lekker ook makkelijk aanspreekbaar bent. Lijntjes zijn kort. Lijntjes zijn kort. Je kunt zo ook bij elkaar binnenwandelen. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, max 15 studenten in de klas hebben eigenlijk. Precies. En je hebt een coach die natuurlijk ook intensief in een klein klasje aan de gang gaat. Dus met dat klasje krijg je natuurlijk veel bonding. Maar ook individueel met je coach. Ja, als er één ding is wat we ook wel terug horen van studenten die bij ons af zijn gestudeerd en hoe ze een keertje terugkomen kijken. Of die in een organisatie werken en dan weer iets gaan samenwerken met onze opleiding. Ja, dan is het toch ook wel zo van, ja, dat ze het altijd wel eens een warm bad hebben gevoeld. En ja. Dat ze graag ook even die docenten weer opzoeken. Omdat het gewoon echt wel een echte klik is geweest. Ja, ja, dat is wel tof. Ja. Ja. Niet spikken, hè? Dus, wat geven wij studenten mee als ze het werkveld ingaan? Nou, we beginnen met een diploma. Heel belangrijk. Ja. Wat geven we mee als ze het werkveld ingaan? Dit is een beetje de vraag, hoe moet je die vertalen? Hè? Wat hebben ze op zak? Ik denk dus echt people skills. Hè? Dus echt het kunnen omgaan met mensen. Hè? Makkelijk gespreksvaardigheden. Echt life skills. Of je nou echt in dit werkveld terechtkomt of niet. Die je altijd kunt gebruiken. Life skills. Coachen. Hè? Op een coachende manier met mensen omgaan. Goed kunnen presenteren. Dingen durven vertellen. Hè? Ja. We hebben mensen die vinden dat heel spannend. En we zien eigenlijk altijd wel, die groeien daar wel overheen. Want veel doen, ja, dan dat is de enige manier. En ja, dat lukt ze ook. Ja. Wat we ook zien, denk ik, is mensen die een brede basis hebben. Hè? Wij noemen dat ook een T-shaped professional. Hè? Dus een hele brede basis op allemaal verschillende onderdelen als het gaat over mens en werk. Ja, want het is allemaal leuk, mens en zo. Maar weet je, ik als arbeidsjurist... Ja. Ik wil wel studenten wat over arbeidsrecht meegeven, weet je wel. Precies, precies. En dat moet je ook weten. Je wil ook gewoon met een beetje bagage in je rugzak wil je natuurlijk die arbeidsmarkt op. Maar daarbinnen vind ik het wel weer tof dat je dan die accenten legt van waar wil jij je nou een beetje in verdiepen? Hè? Dus je hebt een soort brede basis en iedereen mag dan ook nog kiezen waar we ook een beetje expert in. Ja, inderdaad. En ik denk ook wat jij zei over die life skills. Ja, dat weet je, dat is zo belangrijk. Ja. Weet je, het enige wat hetzelfde blijft is dat... Het continu verandert. Ja. Weet je, de studenten die nu het werkveld ingaan, die krijgen dus superveel te maken met AI bijvoorbeeld, artificial intelligence. Ja. Nou, dat zat eerst nog helemaal niet in onze opleiding. Ja, daar moeten wij ook iets mee, weet je wel. Wat gaat dat betekenen voor onze studenten? Ja. Maar ook, hoe kun je dus daar, als je nu het werkveld ingaat, hoe kun je daar met dat soort veranderende omstandigheden omgaan? Ja. En dat vind ik wel tof, dat je dat echt meekrijgt. Ja. Nou, Fontys richt zich natuurlijk ook op bijvoorbeeld de onderzoekende houding. Ah, ja. En dat is ook wel echt wat we doen. Hè? Dus studenten gaan een soort van kleine onderzoekjes doen en dan met hele praktijkgerichte oplossingen voor organisaties komen. En ik denk, nou ja, de wereld wordt ook steeds een beetje complexer. Hè? Het is niet meer zo van, jij moet dit kunstje kunnen. Nee, door dat te springen. Ja, precies. Hè? Dus het is echt samenwerken met mensen uit andere disciplines. En kijken hoe je samen tot een toffe oplossing voor een best wel ingewikkeld vraagstuk kunt komen. En ik denk dat straks aan het eind van de rit onze studenten dat heel goed kunnen. Ja. Ja. En niemand doet meer 40 jaar hetzelfde. Deed je dat ook? Dus wat ik net zei, ja, ik heb rechten gestudeerd en ik ben nu HRM-docent. Ja, ik heb wel ooit HRM gestudeerd. En ik ben ook HRM-docent. Ja. Oké, mooi. Ja. Laatste vraag. Yes. Welk advies hebben wij voor studenten die HRM overwegen als studiekeuze? Ja, kom sowieso even een dagje meelopen, zou ik zeggen. Ja. En een dagje proefstuderen. Ja, weet je, ik denk, we hebben het al een paar keer gezegd, maar het is zo'n brede opleiding. Dus zeker als je gewoon nog niet weet van
hé, wat wil ik nou gaan doen? Mm-hmm. Ik wil iets met mensen gaan doen, iets met organisaties. Ja, weet je, kom bij ons kijken. Want ja, ja, wij doen op dat vlak zoveel toffe dingen. Ja, als je iets met mensen wil, het is niet per se zorg of onderwijs. Nee. Hè, dan is de kans al groot dat je bij ons wel goed zit, omdat het zo breed is. Precies. En het is dus ook oké om niet precies te weten wat je wil gaan doen daarin. Want er is inderdaad zoveel in mogelijk. Zoveel wegen die je kunt bewandelen. Ja. Dus je kunt dat ook de gaande weg ontdekken. Je hoeft het niet per se nu te weten. En dit is het gouden ei. En dat moet dan het beste dat zijn. Dat moet ik worden, weet je wel. Ja. Die accenten kun je zelf aanbrengen in je studie, inderdaad. Ja. Ja. Ja, want als je kijkt naar bijvoorbeeld social work of zo. Ja, dat is ook iets met mensen. Ja. Wat zou je dan tegen studenten zeggen? Van wat is dan anders bij HRM? Nou goed, social work gaat natuurlijk... kan voor een deel met werk te maken hebben, maar dat gaat vaak over dingen die buiten werk plaatsvinden. Mm-hmm. En ik denk als er één link is met HRM, dan is het nou in ieder geval dat het een link heeft met werk of een opleiding. Hè? Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Ja. Dus je bent ook niet per se een hulpverlener. Nee. Maar je kunt wel goed mensen ondersteunen met allerlei vraagstukken die zij zelf hebben, die organisaties hebben. En dat kan als een adviseur, als een coach. Ook vanuit je expertrol, omdat je gewoon toevallig heel veel van iets weet. Ja. Dat is wel echt wat HRM wel onderscheidt, denk ik, van bijvoorbeeld social studies, waarin je ook echt met mensen aan de slag gaat. Maar ja, dan toch meer buiten het werk en dan meer hulpverlenend, denk ik, bezig bent. Ja, dus dan zoom je denk ik wat meer in op de individuele problemen, problematiek. En, Ja, en bij HRM komt ook altijd die organisatiekant kijken. Ja. Wat je ook gaat doen binnen HRM, zit altijd als... Ja, je zit ergens tussen het individu en de organisatie in. Ja. En dat betekent dus dat je moet kunnen luisteren, hè, en om moet kunnen gaan met meerdere partijen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat dit een beetje bijdraagt aan het idee van wat is HRM nou eigenlijk? Inderdaad. Ja. All right. Thanks voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt.